De nieuwe luchthal van de Mixed Hockey Club Wijchen is het afgelopen weekend officieel geopend. Voorzitter van de club Harmen Schipper sprak de aanwezigen toe. Ook wethouder Paul Loermans was aanwezig. De luchthal is ingericht zodat voornamelijk de jeugdspelers in de winter kunnen blijven hockeyen. Maar liefst 42 jeugdteams spelen er competitie en 46 teams gaan er trainen. Ook de senioren kunnen gebruik maken van de luchthal. De bouw van het project kostte €220.000. Volgens Schipper zijn met name de sponsoren zeer belangrijk geweest bij het proces. Maar ook onder de 800 leden was er genoeg draagvlak voor de realisatie van de luchthal. De club heeft een lening gesloten die binnen 10 jaar terugbetaald moet worden.